wordt een beetje... Dit is een no. Goedemorgen, zondagmorgen. 28 april. En vandaag ga ik naar Leiden. Ik heb een afspraak met Bianca van Hoi, ik ben Bianca. En we gaan iets heel leuks doen. Dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat zie je in een andere video. Ik ga even mijn grote tripod er vandaag onder zetten. Dat scheelt misschien dat ik een statief mee moet. Een extra statief. Dus dat ga ik doen. Ik heb al 2 waterflesjes klaar. Nu ga ik eerst even ontbijten. Ik ga over een half uurtje weg. Dus we gaan ons best doen. Ik heb nu nog een accu in de lader. Die moet ik niet vergeten mee te nemen. En ik moet nog een extra SD-kaartje pakken. Dus dat ga ik ook nog even regelen. En dan ga ik ontbijten, beloof ik echt. Dus dat... Ik zie jullie ergens onderweg of in Den Haag of zo. Nee, dat moet niet. Ik zet onderweg jullie wel even aan. Ik heb toch 3 batterijen mee, dus dat moet lukken. Die doe ik erin. Dan kunnen jullie staan, want dat wil met die tripods toch niet zo lekker. Goed, dat ga ik regelen. Ik zie jullie onderweg of in Leiden. Nou, ik ben in Leiden. Ik ga gauw op zoek naar de winkel waar we heen gaan. En op zoek naar Bianca natuurlijk. Hey, hallo. Waren we weer. Zijn we goed in, hè? Ja, echt hè? Ja, nou, we staan midden in Leiden in de Haarlemmerstraat. En achter ons is de winkel. Die heet Honolulu. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik ben wel blij dat ik hem online gevonden had. Ja. Dus, want, maar het zijn hele mooie dingen. Je dress was een no. Dus nee. We gaan nu voor de yes. Precies. Ja. Tadaa, komt u maar. Ja. Dus dit is jurk 1. Ik weet het nog niet. Ik weet het ook. Sowieso moet er een strapless BH onder. Maar ik denk dat ik... Ik hou wel van kleur, dus op zich. Ja, maar ik vind dit niet mooi. En ik denk dat die te kort is. Kijk, je kunt het zelf wel heel goed zien hier. Hij is veel te kort. Ja. Het wordt een beetje... Dit is een no. Maar ik moet zeggen... Het valt wel heel mooi. Je ziet er ook super slank uit nu, hè? Nou, ik was gewoon met de eerste begonnen, maar de maat is goed. Ik vind hem veel te kort. Jurk 2, te lang. En hij ziet gewoon niet mooi. Dus we gaan even wachten. Volgende jurk. Nou, dan doe ik hem. Oh, dat mag, ja. Gaat dat zo? Ja. Ja, dankjewel. Kiek, kiek. Dat is helemaal niet het geval. Nee, dat vind ik ook jammer, zeg maar. Ja, en ik sta nu in het pashokje, maar ik kan niet filmen wat ze aan heeft. Want misschien wordt dit het hem wel, want het is een hele dikke duim omhoog, vind ik. En zij ook. Dus we gaan nu wachten. Dus ja, maar even geduld. Ken je die vrouwen die kwamen voor een kort jurkje? Oh, en jullie alles. Ja, dat is op stap met Suus, hè. En het onvoorstelbare gaat gebeuren. Ik ga ook jurk uitkiezen. En passen. Maar dat... Nee, ik kom niet in beeld. Ik film alleen mezelf. We zijn geslaagd, hè. Echt hoor. Ja, we gaan straks even terug. Want dan ga ik ook nog wat passen. Moet hem nog... officieel afrekenen. Je moet hem nog afrekenen. Het is wel gelukt. Absoluut. En iets heel anders dan ik in mijn hoofd had. Dus en dat is super leuk. Ja, we hebben op een gegeven moment niet met de jurken gefilmd. Omdat we ze heel erg in dubio zat. Wat ga ik nou wel doen, wat niet. Ik moet even uitkijken dat ik hier mijn enkels niet breek. Nee, hou op. Maar ja, wel super leuk. Zeker. Nou, uiteindelijk hebben we besloten om maar weg te gaan. Het werd zo druk. En om nu voor de lol een paskamertje op te eisen, dat vonden we niet zo netjes. We gaan nog wel een keer terug, dus dat hebben we ook afgesproken dat mocht ook. Nou, ik ga nu de parkeergarage weer uit, ik sta hier. En dan op naar huis en zoals je kunt zien, het is gaan regenen. Dus we zijn zeiknat. Maar goed, we gaan nu lekker naar huis. Ik ben thuis en het is 3:50, Formule 1 is afgelopen, maar ik ga hem nu terugkijken. Dus ik heb mijn telefoon echt op standje uit, nou ja, heel erg stil. En nu ga ik dus proberen om
het terug te kijken zonder dat ik weet wat de uitslag is. Dus daar ga ik nu heen. Vanaf het begin afspelen. Dan kan ik het eerste stukje wel skippen, want dat is herhaling voor mij. Maar ik ben benieuwd. Maar mijn geluid staat uit. Dus hij staat op mute, denk ik. Maar goed, ik ga Formule 1 kijken. Ik zie jullie vanzelf later een keer weer terug. Het wordt geen aparte video, want het was veel te druk om daar te vloggen. En dat, ze vonden het wel heel leuk dat we video's maakten. Maar op een gegeven moment ging het gewoon echt niet meer. Dus nou ja, helaas. Goed, drinken, video. Rondje 6. Dus ik moet er nog een heleboel 45. Ik zet heel even het geluid iets zachter. Maar net kwam er een kind beneden en die wilde heel enthousiast vertellen iets. Ik zeg stop, niks over de Formule 1. En hij zegt, maar goed dat je niks zegt. Dus dat is een hele mooie. Ik ga even op pauze drukken, want ik moet heel nodig plassen. Want ik heb best wel veel gedronken vandaag. We hebben in Leiden zelf nog even geluncht. Het was niet voor mij niet heel veel, zeg maar goed, lunch is lunch. Het was vooral super gezellig. Dat vind ik veel belangrijker. En ik hoop dat onze afspraak volgende week doorgaat, want dat wordt helemaal leuk. Het is gewoon super gezellig, het klikt onwijs goed. En ja, als ik niet was gaan YouTuben een jaar geleden, had ik haar nooit ontmoet. Ik moet hem echt even pauze zetten. Eén moment. Ja, dan heb ik het beeld stil. Ik ga heel gauw plassen, ik zie jullie straks. Avondeten houden simpel vanavond. Geroosterde broodjes. Met een stuk kaas erbij en roomboter. En ik ga lekker nog komkommers snijden. En nou, lekker makkelijk. Soms moet je het moeilijk willen doen. De jongens die gaan zelf wat regelen, dus dat is mooi makkelijk voor mij. Zo, was ik weer. Ik ben nog even weg geweest naar Valerie. Maar nu wil ik video gaan kijken. Maar daar heb ik mijn lader voor nodig. Van de tablet. Oh nee, de dinges. Hoe heet dat? Laptop. Want dat is Wie is de Mol België. Maar dan moet ik dus even zoeken waar ik die heb gelaten. Dat weet ik even niet zo. 1, 2, 3. Want ik heb hem ergens neergelegd om hem niet kwijt te raken. En dan raak ik meestal iets kwijt. En als ik het gewoon op zijn vaste plek neerleg, dan is er niks aan de hand. Maar ik heb hem gebruikt op mijn kamer. Dus wel op mijn kamer liggen. Nou, neem mijn laptop vast mee onder de arm. Maar Valerie had een leuk kastje gekocht en dat moest even in elkaar en dat is op zich geen probleem. Dat hadden we ook zelf voor elkaar. Maar ja, je moet het wel even doen. Dat hebben we samen gedaan. En hier is het weer B12 priktag. Voor ieder die dat nodig heeft hier in huis. En dat zijn er een heleboel inmiddels. 3. Dus ik doe alles keer 3 tegenwoordig. Ja, het is niet anders. Zo. En nu nog een optreknaald. Het is ook wel een ideetje. Oh ja. Nee, dat zijn grijze. Dit zijn grijze. Nou kijk, ik heb nu dus echt een la vol met spuiten, naalden en B12. Maar ik had een nieuw doosje nodig. Die is leeg. Wat zit daar? Zit nog in. Die is ook wel leeg. Ik kan zeggen, ik viel met een naaldje achter. Nieuwe doosje. Kennen we weer. Iedereen heeft ook zijn eigen doosje. Zodat ik precies weet wie wanneer welke prik gehad heeft. Goed, die gaat dicht. En dan ga ik eens even prikken en zo. En dan is dat ook maar weer geregeld. Ik zie jullie straks. En dan kom je er gewoon 's morgens achter dat je vergeten bent video af te sluiten. Omdat die gewoon nog naast je bed ligt met het kleine handvaatje. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. Ik had in elk geval een hele gezellige dag. Vergeet niet om te abonneren. Dat kan hier beneden. We gaan hard naar de 1000. En ja, wacht even hoor. Ik was ondertussen een uitpakvideo van Enzo Knol aan het kijken. Dan pakt hij karren uit van Schiphol. Dat vind ik gewoon super leuk om te kijken. Een stukje nieuwsgierigheid, denk ik. Ik ga gauw beginnen met de vlog van maandag. En dan zie ik jullie weer terug in een nieuwe video. Kijk je deze 's morgens een hele fijne dag en kijk je hem 's avonds. Dan slaap lekker, heb mooie dromen. Doei!